En Matthäus 19, vers 26, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. God wil dat niemand verloren gaat. Ik wil graag het woord met u openen. En dat doen we bij Romeinen 12, vers 2. En Galaten 5, vers 16. De titel van de boodschap van vandaag is: Wat denkt u? Wat denkt u? We gaan eerst lezen Romeinen 12, vers 2. Daar staat: En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Ik zal het nog een keer lezen. En wordt niet gelijkvormig aan deze wereld, maar wordt hervormd door de vernieuwing van uw denken, opdat gij moogt erkennen of weten wat de wil van God is. Het goede, welgevallige en volkomene. Dan Galaten 5, vers 16. Daar zegt Paulus: Dit bedoel ik. Wandelt door de geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. Wandelt door de geest, maar voldoet niet aan het begeren van het vlees. Tot zover de schriftlezing. Nou, ieder mens is een geest, heeft een ziel en leeft in een lichaam. De Bijbel leert ons dat. Het gedeelte wat betrokken is bij uw wedergeboorte, dat is uw geest. Maar uw wil, uw denken en uw emoties, met andere woorden uw ziel, is nog niet veranderd. Op het moment dat u wederom geboren wordt, denkt u nog steeds zoals u vroeger dacht. U heeft nog steeds dezelfde gewoonten. Ook uw lichaam is niet veranderd. U bent niet in één keer 10 centimeter gegroeid, ook al voelt het misschien alsof u op wolken loopt op het moment dat je tot bekering komt. Als u wederom geboren wordt, dan heeft u eeuwig leven ontvangen. Het grootste en duurste geschenk wat een mens kan ontvangen in zijn leven, door de genade van God. Daarnaast heeft u de Heilige Geest ontvangen volgens Efeziërs 1, vers 13. Maar dat betekent niet dat u automatisch wandelt door de Geest. Daarvoor moet u nog iets ontwikkelen, namelijk de vernieuwing van uw denken. Nou, God heeft deze vernieuwing niet voor niets gegeven. En God zegt eigenlijk tegen ons in Romeinen 12: Wees niet zoals de wereld, maar kom uit de wereld en word veranderd door nieuwe gedachten die uit de Bijbel tot je komen, zodat je weet wat mijn wil is en het goede kunt doen en ontvangen. Wauw, dat zal ik nog een keer zeggen. Wees niet zoals de wereld, maar kom uit de wereld en word veranderd door nieuwe gedachten die uit de Bijbel tot je komen, zodat je weet wat mijn wil is en het goede kunt doen en ontvangen. Nou, de meeste mensen denken als zij het woord vlees horen aan het lichaam. Maar vergeet niet dat ons lichaam gestuurd wordt door onze gedachten. Ons lichaam doet niets uit zichzelf. En de begeerte van het vlees kan soms heel sterk zijn en iedereen heeft wel iets. De een heeft problemen met lust, in de breedste zin van het woord. De ander met alcohol. Weer anderen denken dat ze een krant zijn en kunnen niet wachten om aan andere mensen te vertellen wat ze bij de kapper hebben gehoord. En zo heeft iedereen zijn eigen zwakke plek waar de duivel graag gebruik van maakt. Nou, sommige mensen proberen deze vleeselijke verlangens uit eigen kracht tegen te gaan, maar dat is een onbegonnen zaak. Het helpt misschien voor een korte tijd, maar het zal nooit lang stand houden. Als je het uit eigen kracht probeert, dan blijf je een vleeselijk christen. De enige manier om de lust van het vlees tegen te gaan, is door te wandelen in de geest. Paulus zegt: Leef en wandel in de Heilige Geest. Laat je door de Heilige Geest leiden en reageer en wees gehoorzaam, sleutelwoord, en wees gehoorzaam op wat hij zegt. Dan zul je zeker niet voldoen en hunkeren naar de verlangens van je vlees. Als je hunkert naar de verlangens van je vlees, dan heeft dat vroeg of laat gevolg. En wat het gevolg kan zijn, dat lezen we in Galaten 5 vers 19, waar staat: Het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn. En de werken van het vlees is niets anders dan het gevolg van je manier van denken. En dan lezen we hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, feten, twist, afgunst, uitbarstingen van toorn, zelfzucht, tweedracht, dronkenschap, etc. Nou, al deze dingen beginnen bij een gedachte. Je hebt jezelf hiertoe aangezet. Je kunt namelijk niet liegen zonder er eerst aan te denken.
Je kunt niet stelen zonder er eerst aan te denken. Je kunt geen overspel plegen zonder er eerst aan te denken. Boos word je doordat je emoties niet onder controle hebt en je gedachten op hol slaan. Nou als wandelen in de geest er zeker voor zorgt dat ik geen dingen doe die tegen de wil van God ingaan, dan is het belangrijk dat ik weet wat het is om te wandelen in de geest. Amen? 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 Amen. Nou, wat is wandelen in de geest? Wel, ik kan het in één zin zeggen. Wandelen in de geest is een manier van denken die op één lijn ligt met het woord van God, waardoor je gericht bent op het doen van de wil van God. Schrijf die maar op. Wandelen in de geest is een manier van denken die op één lijn ligt met het woord van God, waardoor je gericht bent op het doen van de wil van God. En wat is de wil van God? Wel, dat hebben we samen gelezen. Het goede, welgevallige en volkomene. Nou, je moet zich voorstellen in uw gedachten. Er was dus een man en die viel in een diepe put. En een meelevend iemand kwam langs en zei, ik voel met u mee. Een objectief iemand kwam langs en zei, het is logisch dat iemand in zo'n put valt. Een fariseer kwam langs en zei, alleen slechte mensen vallen in de put. Een wiskundige berekende hoe hij precies in de put was gevallen. En een verslaggever wilde het exclusieve verhaal over zijn val in de put. De fiscus vroeg of hij zijn belasting voor de put wel betaald had. En een optimist zei, het had nog veel erger kunnen zijn dan deze put. Een pessimist zei, het zal nog veel erger worden dan deze put. Een fundamentalist kwam langs en zei, je verdient de put. Een charismatisch christen kwam langs en zei, spreek uit dat je niet in de put zit. Jezus kwam langs, zag de man, pakte zijn hand en trok hem uit de put. Nou, waar het om gaat, is dit. Waar wij onze gedachten op richten, is wat we zullen doen. Waar wij onze gedachten op richten, is wat we zullen doen. Wat denkt u? Door je manier van denken ontstaan er bepaalde gevoelens en emoties. Deze gevoelens en emoties leiden je naar bepaalde keuzes die je in je leven maakt. De keuzes die je maakt leiden naar bepaalde acties die je onderneemt. En de acties die je onderneemt leiden naar bepaalde gewoonten in je leven. En de gewoonten die je hebt aangeleerd vormen je karakter. En je karakter zal je uiteindelijk leiden naar een bestemming. Nou, deze stappen zijn nodig om uiteindelijk je doel te bereiken binnen het plan wat God met u heeft. En de Bijbel leert ons dat hij een plan heeft met ons allemaal. Nou, de woorden die tot ons komen vormen onze manier van denken. Dat zijn of de woorden van God of de woorden van de wereld. Wij moeten onszelf dus goed onderzoeken en de vraag stellen, wat hoor ik? Met wie ga ik om? Wie of wat beïnvloedt mijn gedachten? Vandaar de titel van deze boodschap, wat denkt u? Uw huidige manier van denken is het gevolg van woorden die er in het verleden tot u zijn gesproken. Wat hebben de leraren tegen u gesproken? Wat hebben uw vrienden tegen u gesproken? Wat hebben uw collega's tegen u gesproken? Wat heeft de televisie, soapseries, talkshows, popsterren, acteurs en actrices tegen u gesproken? Wat hebben uw ouders tegen u gesproken? Ouders die een enorme invloed hebben op hun kinderen. Als uw kinderen iets doen wat ze niet zouden moeten doen, dan moet u erachter zien te komen wie of wat hen beïnvloed heeft. Wat hebben ze gehoord? Wat hebben ze gezien? Naar welke programma's kijken ze? Naar welke muziek luisteren ze? De Bijbel zegt namelijk, zoals iemand denkt, zo is hij. En wij als ouders behoren ervoor te zorgen dat onze kinderen in de juiste richting geleid worden. En dat doen we door ze de juiste woorden mee te geven, zodat ze op de juiste manier gaan denken, zodat ze gezonde emoties ontwikkelen en daardoor de juiste beslissingen kunnen nemen, wat tot de juiste acties leidt, waardoor er goede gewoonten ontstaan en het juiste karakter gevormd wordt, waardoor ze uiteindelijk in de juiste bestemming terechtkomen. Daar zijn wij als ouders voor verantwoordelijk. Niet de vriendjes of vriendinnetjes, ook niet de leraar of lerares, ook niet Dora, K3 of Piet Piraat. Nee, wij zijn verantwoordelijk voor onze kinderen. En daarom is het belangrijk om met uw kind te communiceren en vooral tijd met hen door te brengen. En uiteindelijk zullen ze u dankbaar zijn en kunt u beide in vrede leven de rest van uw leven. Waarom?
En omdat de Bijbel zegt in Romeinen 8, vers 6, de gezindheid van de geest is leven en vrede. Is dat niet heerlijk? Nou, vele mensen halen informatie, raad en advies uit boeken, magazines, talkshows, internet en wat andere mensen erover te zeggen hebben op Twitter en Facebook. Nou, begrijp me niet verkeerd, er kunnen soms nuttige tips bij zitten. Maar de vraag die we ons altijd moeten stellen is of deze adviezen in lijn zijn met Gods woord. Wij moeten bereidwillig zijn om onmiddellijk te stoppen met dingen die ons negatief beïnvloeden. Als je bijvoorbeeld merkt dat een bepaalde tv-serie je negatief beïnvloedt, dan zeg je niet, oh, kijk het nog een half jaar aan. Elke keer dat je kijkt, heeft dat invloed op je gedachten. En in het half jaar kan er een gewoonte tot ontwikkeling komen, waardoor je het programma op den duur niet meer als slecht ziet. Nou, dit is één van de tactieken die Satan gebruikt. Als je iets maar vaak genoeg hoort of ziet, dan raak je er vanzelf aan gewend. En het gevaar is dan dat het een gewoonte wordt. En voordat je het weet, heb je het geaccepteerd en wandel je in deze gewoonte. En wandel je dus in het vlees. Nou, stel iemand pleegt overspel. En stel, het is een vrouw. Nou, hoe zou dit tot stand kunnen komen? Gewoon een voorbeeld. Ze is gelukkig getrouwd. Ze is een wedergeboren christen. Ze is vervuld met de Heilige Geest. Maar plotseling gaat ze kijken naar soapseries, omdat een vriendin die wandelt in het vlees dat ook doet en er iedere week enthousiast over vertelt. Nou, voor diegenen die het niet weten, soapseries gaan over het algemeen over manipulatie, haat, leugens en bedrog. Er wordt raakoverspel gepleegd. In een langlopende series heeft iedereen het al met iedereen gedaan, seks, en de kunst is om ermee weg te komen. Dat is de basis van iedere soapserie. Nou, Henk, hoe weet je dat zo goed? Wel, ik heb jarenlang gekeken onder andere naar The Bold and the Beautiful, dus ik weet er alles van. Nou, dit komt in korte tijd allemaal in haar gedachten. En na 6 maanden vraagt ze zich af hoe ze als geestvervulde christen het in haar hoofd heeft gekregen om overspel te plegen. Wel, een oud-Nederlands spreekwoord zegt, wat het oog niet ziet, kan het hart niet naar verlangen. En daarom zegt Jezus in Matteüs 5, vers 29, als uw rechteroog u tot zonde verleidt, ruk het uit. Als je dagelijks met Gods woord bezig bent, bidt en doet wat God gezegd heeft, dan zul je nooit in de verleiding komen om overspel te plegen of om bijvoorbeeld drugs te gebruiken. Oh, het zou een keer in je gedachten kunnen komen, maar voordat je in de verleiding komt, zijn deze gedachten al onder gehoorzaamheid aan Christus gebracht. Nou, dat is de kracht van wandelen in de geest. Wij moeten afrekenen met de verlangens van ons vlees. Galaten 5, vers 24 zegt, want wie Jezus Christus toebehoren... Nou, wie behoort er allemaal Jezus Christus toe? Mag ik die anders zien? Heb geen angst, er is nog geen uitnodiging. Wel, de hele zaal. Prijs de Heere. Nou, dan is deze tekst voor u. Want wie Jezus Christus toebehoren, hebben het vlees met zijn hartstochten gekruisigd. Dat dit is iets wat u zelf moet doen. Dat kan ik niet voor u doen, dat gaat Pastor Stoorvogel niet voor u doen, de oudsten gaan het niet doen en God gaat het ook niet voor u doen. U zult zelf dagelijks de keuze moeten maken om uw vlees met zijn hartstochten te kruisigen. Nou, hoe doen we dat? Want ik maak mijn boodschappen graag praktisch. Wel, dat doen we door onze gedachten te richten op de dingen die boven zijn. Colossenzen 3, vers 1 en 2 zegt, indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek dan de dingen die boven zijn waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenkt de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Hoort u dat? Bedenkt de dingen die boven zijn. Nou, eerst dachten we alleen aan dingen die op de aarde waren, maar nu moeten we ineens anders denken en ons richten op de dingen die boven zijn. Ja, maar Henk, moeten wij ons dan richten op de hemel? Of moeten wij ons misschien richten op de engelen in de hemel? Nee. Onze gedachten naar boven richten betekent dat we de kennis van boven, die God beschikbaar stelt door zijn woord, tot ons nemen. En dat is belangrijk, want hoe meer invloeden van de wereld je toelaat in je gedachten, hoe groter de kans om misleid te worden. En omdat dit geleidelijk gaat, heeft u uiteindelijk niet eens in de gaten dat u bent afgedwaald. En voordat u het weet, bent u alleen nog geestelijk op zondagochtend. En dan komt er een confronterende boodschap waar u eerder amen op zei. Maar nu voelt u zich ineens aangevallen. Hoe kan dat? Wel, ik zal u een openbaring geven. Uw door de wereld beïnvloede gedachten
verzetten zich tegen wat God te zeggen heeft. Galaten 5 vers 17 zegt het zo. Want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees. En deze staan recht tegenover elkander, zodat gij niet doet wat gij maar wenst. En daarom is het belangrijk om er als christen voor te zorgen dat we het allen tijden blijven wandelen in de geest. Als er negatieve gedachten tot u komen die tot zonde zouden kunnen leiden, dan is het heel belangrijk om deze gedachten onmiddellijk onder gehoorzaamheid aan Christus te brengen. Als we dat namelijk niet doen, dan kan er een bolwerk in uw gedachten ontstaan wat kan leiden tot bepaalde bindingen. Een bolwerk is een verzameling van allerlei negatieve gedachten die ervoor zorgen dat u vast komt te zitten. En geloof me, er zitten meer mensen vast dan u denkt. Nou, als het eenmaal gevormd is, komt u niet meer snel vanaf, ook al zou u dat graag willen. U zult dan daarvan bevrijd moeten worden. Nou, hoe voorkom ik dit? Want het is beter voorkomen dan genezen. Want het antwoord vinden wij in 2 Korintiërs 10, vers 4 en 5. Daar staat, ik strijd met Gods wapens, niet met menselijke, om elke tegenstand te breken. Nou, wat zijn Gods wapens? Wel gebed, geloof, hoop, liefde, het woord van God en de Heilige Geest, zegt Paulus. Met deze wapens zijn alle argumenten waarmee men zich tegen God verzet te ontzenuwen. Alle barrières tussen God en de mensen worden hierdoor omvergehaald. Wauw, krachtige wapens dus. Met deze wapens, zegt de Bijbel, breek ik elke opstand van menselijk denken om die terug te brengen tot gehoorzaamheid aan Christus. Nou, waarom terugbrengen tot gehoorzaamheid aan Christus? Wel omdat gedachten woorden worden en woorden worden daden. En daarom waarschuwt de Bijbel ons, zodat we niet in zonde vallen. Nou, misschien zijn hier mensen die in een bepaalde zonde leven. Dat kan. U bent echt niet de enige. En ik ben deze ochtend niet gekomen om u te veroordelen. Integendeel. Ik ben gekomen om u te bemoedigen. Want we hebben een God van genade. En als wij oprecht ons hart openen en zeggen, Heer, vergeef me en help me. Dan staat God klaar met zijn armen wijd en zegt, kind, ik heb je vergeven. Maar één ding moeten wij hierin niet vergeten. De Bijbel spreekt in Johannes 8 vers 11 over de overspelige vrouw. Nou, Jezus vergaf deze vrouw. Maar wat zei Jezus? Jezus zei tegen deze vrouw, ga heen, maar zondig vanaf nu niet meer. De boodschap is, God wil altijd een verandering zien. En als wij onze zonden belijden, is het belangrijk dat we ze ook nalaten. Nou, ik heb zelf vroeger veel gegokt. Ik dacht voor 7 jaar lang dat het casino mijn bron van inkomsten was. En elke keer dacht ik weer een systeem te hebben en dacht ik, en nu ga ik winnen. Maar deze misleiding van de duivel heeft me uiteindelijk 50.000 gulden gekost. Sommige mensen gokken om hun zorgen te vergeten. Als je in een casino bent, dan ben je even in een soort roes. En dat is fijn totdat je weer buiten staat, veel geld verloren bent en je huur niet meer kunt betalen. Hoe zou ik dat weten? Inmiddels weet ik dat er een betere oplossing is. Jezus zegt in Mattheüs 11 vers 28, allen die vermoeid en belast zijn, komt op mij en ik zal je rust geven. En geloof me, dat bespaart een hele hoop geld en een hele hoop stress en zorgen. Wat gebeurt er als de zonde bedreven is, het plezier voorbij is en je anderen hebt pijn gedaan? Hoe voelt het als je door zogenaamd plezier je huwelijk kapot maakt? Hoe voelt het als je door zogenaamd plezier jezelf kapot maakt door drank of drugs? Hoe voelt het als je door zogenaamd plezier ziek wordt door bijvoorbeeld aids? Oh ja, dat klinkt radicaal, maar het gebeurt. Ook in de gemeente van Jezus Christus. Ik hoorde van een voorganger die vertelde dat er een echtpaar bij hem in de gemeente zat, waarvan een man in overspel leeft. En ondanks dat deze man een condoom had gebruikt, had hij toch het HIV-virus opgelopen. Het Human Immunodeficiency Virus, oftewel AIDS. En logischerwijze, deze man ging naar huis en besmet ook zijn vrouw. En binnen een jaar waren ze allebei dood. Nou, dit begon bij een gedachte. Dit begon bij een gedachte.
Wat denkt u? Ja, Henk, ik denk dat ik een probleem heb. Ik denk de hele dag aan seks. Ik drink veel te veel. Ik snauw alleen nog maar tegen mijn kinderen. Ik sla mijn vrouw. Ik lieg alles aan elkaar. En ik weet niet eens waarom. De hele gemeente heeft voor me gebeden, maar het helpt niet. Heeft u wel eens afgevraagd hoe het toch kan dat mensen de weg, de waarheid en het leven hebben, vervuld zijn met de Heilige Geest en vervolgens net als de wereld gaan scheiden? Want laten we even realistisch zijn op deze zondagochtend. Het scheidingspercentage in de gemeente van Jezus Christus is net zo hoog als in de wereld. Hoe kan het dat de christenen verslaafd zijn aan roken? Terwijl ons lichaam een tempel is van de Heilige Geest die in ons woont. En terwijl notabene op het pakje staat, roken is dodelijk. Hoe kan het dat de christenen verslaafd zijn aan seks, verslaafd aan alcohol, verslaafd aan internet? Hoe kan dat? Wel, het antwoord is eenvoudig. Wat denkt u? Al deze problemen zijn begonnen bij een gedachte. Jezus zegt in Mattheüs 8, vers 31 en 32. Als gij in mijn woord blijft, zijt gij waarlijk discipelen van mij en zult gij de waarheid verstaan en de waarheid zal u vrijmaken. Vrij van elke negatieve gedachte, vrij van elke verslaving, vrij van elke leugen, vrij van elke twijfel. Maar hiervoor zullen we wel actie moeten ondernemen. 7 jaar lang was ik gokverslaafd. Nou, hoe ben ik hier vanaf gekomen? Door handoplegging? Of door een bevrijdingssessie? Nee, hierdoor. Het woord van God. Ik ben de Bijbel gaan lezen. Ik ben cd's gaan luisteren met preken. Ik ben dvd's gaan kijken met preken. Ik werd lid van een evangelisch magazine. En ik begon op verschillende manieren Gods woord op me te nemen. En langzaam begonnen mijn gedachten te veranderen. En op een dag, zonder dat ik het zelf doorhad, was de behoefte om te gokken volledig verdwenen. Ik was vrij door de waarheid van Gods woord. Halleluja. Nou, sommige mensen komen naar voren aan het eind van de dienst tijdens een uitnodiging en denken dat hun leven daardoor automatisch radicaal zal veranderen. Ze hopen dat ze een aanraking van God krijgen en dat hierdoor verkeerde verlangens zullen verdwijnen. Nou, soms gebeurt het wel eens dat er iemand in 1 seconde bevrijd wordt van bijvoorbeeld een verslaving. Mijn vader heeft dat ook meegemaakt. Hij was alcoholist en dronk wel een krat bier per dag. Hij zei nog vaak tegen me, onder het drinken had ik nog dorst. En ook rookte hij een pakje zware check per dag. En 2 jaar nadat mijn moeder is overleden, mijn moeder is jong overleden toen ze 44 was. Ik was toen zelf 17. 2 jaar daarna gaf mijn vader zijn leven ook aan Jezus. En op die dag ontving hij niet alleen het wonder van redding, bekering en eeuwig leven. Maar op die dag ontving hij nog een wonder. Want vanaf die dag heeft hij nooit meer een druppel gedronken en nooit meer een sigaret gerookt. En de artsen zeiden, als je niet langzaam zult afbouwen, dan zul je sterven. Wel, dat was 31 jaar geleden. Mijn vader is vandaag 82 jaar en leeft nog steeds. Wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Maar weet je wat zo mooi is? Gisteren was ik nog bij mijn vader. En hij is nog altijd vol van. Hij zegt, weet je wat zo bijzonder was? Hij zegt, dat is dat de behoefte weg was. De behoefte was weg. En dat is een kenmerk van echte bevrijding. Oh, God is goed. Amen. Nou, dit is een prachtig getuigenis. Maar dit gebeurt lang niet bij iedereen. Sterker nog, bij de meesten zal dit niet gebeuren. En dat is ook de reden waarom zoveel mensen terugvallen. Ze dachten dat ze in 1 keer bevrijd zouden worden, maar na een paar dagen zijn ze zo teleurgesteld dat ze weer in oude gewoonten terugvallen. Maar soms moet je echter door een proces om genezing of bevrijding te ontvangen. Een thermostaat zet je op 22 graden, zodat het deze warmte kan bereiken. Dat gaat niet in 1 keer, dat gaat geleidelijk. Sommige dingen hebben nu helemaal tijd nodig. En over tijd gesproken, je zet de wekker aan en het alarm op 7 uur, zodat het jou om 7 uur kan wakker maken. En zo moeten wij ook onze gedachten aanzetten om te doen wat de Bijbel zegt dat we moeten doen.
Als wij onze gedachten niet aanzetten om te doen, dan doen we het niet. En daarom blijven mensen roken terwijl ze al 14 keer gestopt zijn. Oh, ze zeggen wel dat ze gaan stoppen en ze proberen het ook en ze doen echt hun best, maar ze hebben hun gedachten hier niet toe aangezet. En datzelfde geldt voor alcohol, te veel snoepen, gokken, porno en noem het allemaal maar op. Psalm 119 vers 130 zegt: het openen van uw woord verspreidt licht. Het geeft de onverstandigen inzicht. God wil ons van binnenuit veranderen. Hij wil ons verlichten met zijn waarheid. Nou, dit gaat van God uit, maar wij hebben de opdracht om de waarheid te zoeken en onze gedachten ermee te vullen. De Bijbel zegt letterlijk in 1 Petrus 2 vers 2, als het goed is, moet u als pasgeboren kinderen verlangen naar zuivere geestelijke melk, dat wil zeggen naar het zuivere woord van het goede nieuws. En vers 3 zegt, dan zult u groeien en in leven blijven. Zonder het woord van God tot ons te nemen, zijn we geestelijk dood. Om je denken te vernieuwen, zul je afscheid moeten nemen van je oude denken. Wij zijn een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen, zegt de Bijbel. Als je de vernieuwing van je denken wilt gebruiken, maar je oude denken geen plaats wil maken, dan kun je nooit het leven leiden zoals God dat voor jou bedoeld heeft. Daarom zegt Jezus ook in Mattheüs 6 vers 24, niemand kan twee heren dienen. Als een baby een poepluier heeft, dan doe je er ook geen schone luier overheen. Nee, je haalt eerst de oude weg en de baby wordt schoon gewassen, halleluja, en dan doe je nieuw aan. Nou, let op. De Bijbel zegt in 2 Korintiërs 2 vers 14, waar wij nu ook gaan, gebruikt hij ons om zich bekend te maken en het goede nieuws als een aangename geur te verspreiden. Nou, geloof me, dat lukt echt niet als u uw oude pamper nog aan hebt. Dan verspreidt u een hele andere geur. U bent dan geen getuige. Wij moeten een voorbeeld zijn. Want wij hebben Jezus. En het leven met Jezus is een leven van overwinning. Ondanks soms moeilijke omstandigheden in ons leven die we allemaal kennen. We leren het woord van God niet om teksten te citeren of om geestelijk te lijken. We leren het woord van God om het te doen. En God wil ons nieuwe gedachten geven. Gedachten waar u niet eerder van wist. Openbaringen die u nodig heeft om verder te komen in uw leven. Filippenzen 3 vers 14 zegt, vergeet hetgeen achter u ligt en strek u uit naar hetgeen voor u ligt. En dat is wat David deed. En daar sluit ik mee af. David moest vechten tegen Goliath. En iedereen zei, die is zo groot, die kun je nooit verslaan. Maar David dacht anders. Hij dacht, die is zo groot, die kan ik nooit missen. Die is zo groot, die kan ik nooit missen. En weet u, David was zo zeker van zijn zaak, dat hij 5 stenen bij zich had. Denkt u daar maar even over na. Dan ga ik het ook een keer aan deze kant zeggen. David was zo zeker van zijn zaak dat hij 5 stenen bij zich had. Dat is een cryptische. Maar ik zal afsluiten met een geweldige openbaring voor het geval u dat nog nooit hebt gehoord. Weet u waarom David niet 1, maar 5 stenen bij zich had? Dat was niet voor het geval hij de eerste, tweede, derde of vierde zou missen bij Goliath. Nee, bestudeer het woord maar. Goliath had nog 4 broers. En voor het geval deze reuzen ook nog zouden komen, had David niet 1, maar 5 stenen bij zich. David had de overwinning al behaald in zijn gedachten. Hij wist, alles is mogelijk met God. En als God met mij is, wie kan er dan tegen me zijn? Halleluja. Wat denkt u? Als u kunt denken, kunt u veranderen. En u hoeft niet op God te wachten. Hij wacht op u. Want God is liefde. Halleluja. Amen. Amen.